Nooit meer in de rij voor een kaartje of om je OV-chipkaart op te laden. In Moskou hebben ze een wereldprimeur. Metroreizigers kunnen betalen met hun gezicht. Ja, het werkt via een app. Daarin voer je je pasfoto in en die is gekoppeld aan je bankpas. De camera bij de toegangspoortjes herkennen je gezicht en vervolgens krijg je toegang. Ja, het klinkt heel handig, maar veel Russen maken zich zorgen om hun privacy. Toch wordt, ook hier in Nederland, gezichtsherkenning steeds populairder. In deze fabriekshal in Edam worden ook toegangspoortjes gemaakt die werken met gezichtsherkenning. Niet voor Moskou, maar gewoon voor Nederlandse bedrijven. Dit cameraatje bepaalt of je naar binnen mag of niet. Gaan we zitten? Om toegang te krijgen moet er alleen een foto gemaakt worden voor in de database. Hoeft helemaal geen speciale foto te zijn. Ook met een selfie zou het werken. Jouw foto staat nu in het systeem en nu word je gescand en krijg je toegang tot de beveiligde ruimte. Zo simpel is het. Op maandagochtend herkent je gezicht ook. Ook op maandagochtend. Ook als je een mondkapje op hebt. Ook als je niet geschoren hebt of dat je haar in de war zit of dat je een muts op hebt. Volgens de maker van de poortjes kunnen we binnenkort niet meer om gezichtsherkenning heen. Het is gestart in Azië en daar is het al heel populair. Daar worden bijna al onze producten uitgevoerd met gezichtsherkenning. Maar daarna is het naar Amerika gegaan en nu zien we het ook sterke toename in Europa. Het bedrijf Translink, dat verantwoordelijk is voor onze OV-chipkaart, zegt dat die kaart op termijn zal verdwijnen. Maar laat ons weten dat er geen concrete plannen zijn om Face ID hierin te voeren. Al zien sommige reizigers het wel zitten. Zou dat ook iets zijn voor hier? Ja, al. Ik denk wel, het lijkt me wel handig. Het is wel leuk. Klinkt wel een beetje eng, maar het ziet er wel uit als de toekomst waar we naartoe gaan eigenlijk. Gezichtsherkenning wordt nu al toegepast op Schiphol om paspoorten te checken. Je kunt ermee betalen. Deze deurbel herkent wie er voor de deur staat. En ook je telefoon slaat gegevens over je gezicht op. In het geval van mijn telefoon wordt mijn gezicht echt daadwerkelijk op mijn telefoon bewaard. En nu zie je dat er allerlei initiatieven ontstaan waarbij je eigenlijk je gezicht, je biometrische gegevens op de apparaten, de servers van andere partijen laat staan. In Rusland wordt gevreesd dat de gezichtsscanners een truc zijn van de overheid om meer controle te krijgen over burgers. Net zoals in China. In China wordt het gebruikt om onder andere de Oeigoeren op te sporen en in kampen te zetten. Vind je het niet een beetje eng dat de overheid dan al je biometrische gegevens heeft? Nee, dat hebben ze toch al. Dus dat maakt niet meer uit. De gezichtsscan in Moskou is trouwens niet verplicht. Je kunt ook nog gewoon een kaartje kopen.